Ajax Anderlecht. Donderdag, 17 september. Kom allemaal naar Ajax Anderlecht. Donderdag, 17 december. Om 7 uur. Heb jij geen clubkaarten? Bestel dan je kaart via ajax.nl. En word daarmee gratis lid van de supportersvereniging Ajax. Kijk voor meer informatie op ajax.nl. Fantastisch. Ik weet nog, ik was 8 jaar oud en toen kwam de overbuurjongen bij me, Imro, die zei van welke voetbalclub ben je eigenlijk? Het was Suriname toen, dus ik zeg Transvaal, de Surinaamse club. Toen zei hij, nee, in Nederland. Ik zeg, jee, heb ik nooit bij stilgestaan. Toen, wie ben jij? Hij zei Feyenoord. Ik zeg, Feyenoord? Nooit van gehoord. Toen zei hij, waar ben jij geboren? En ik zeg, in Amsterdam. Hij zei, nou, dan moet je voor Ajax zijn. En vanaf dat moment was ik Ajax, godenzoon, geboren op 8-jarige leeftijd. En het gevoel is nooit weggegaan, want we begonnen toen een soort strijd tegen elkaar. Ja, het is heel raar, maar in Suriname moet je nagaan, ergens in een soort middenstandswijk zijn er twee buurjongens, de ene van Ajax en de andere van Feyenoord, zijn de beste vrienden, dat kan in Suriname. En die sparen alles, maar dan ook alles wat er te krijgen is over Feyenoord en Ajax. En op een gegeven moment hadden ze zulke stapels van die schriften, die oude groene schriften, gevuld met allerlei foto's van Ajax. Ongelooflijk. En in 1973 kwam ik met mijn vader op vakantie naar Nederland. En we gingen naar Ajax Feyenoord in het Olympisch Stadion. En ik weet nog hoe mijn hartslag over begon te slaan toen ik dat rood-witte op het veld zag komen. Die witte shirts met die rode streep had ik alleen nog in zwart-wit gezien op de foto's. En toen zag ik het plotseling in kleur. Het was de tijd van Cruijff en Neeskens. En ik had zoiets van, wauw, dit is het. En vanaf toen wist ik het. Ajax, het is geen club. Ajax, het is een gevoel. Een gevoel dat je nooit meer loslaat. Als het je eenmaal te pakken heeft, dat Ajax-virus, dan blijft het je gewoon vasthouden. En het is altijd ook zo gebleven. Ik weet nog, ik kwam op een gegeven moment hier studeren in de jaren 80. En het was de tijd van Liedmanen. En Liedmanen was de god van Amsterdam. Ik weet nog dat er meer kleine Jari's rondliepen dan er Mohammeds rondliepen in Amsterdam. Iedereen noemde zijn kind Jari. Dat is Ajax. En toen kwam de tijd van Kluivert. En de tijd van Seedorf. Oh, wat is Ajax toch. Het is een mooie tijd. Winter, ik ken hem nu persoonlijk. Brian Roy ken ik persoonlijk. Het is allemaal vrienden. De godenzonen zijn mijn vrienden geworden. En weet je wat het mooiste is? Imro, die van Feyenoord, is ook nog steeds mijn vriend. En vorige week zondag zaten we bij Ajax Feyenoord. Nou, ik hoef je niet te vertellen hoe dat is afgelopen. Het enige wat hij me zei, toen we weer naar huis gingen, hij zei, Ajax Feyenoord, dat is geen topper meer. Ik zei, nee jongen, het klopt. Alleen Ajax is nog top. Dat gevoel blijft.